Op woensdag 22 februari 2023 is een presidentiële werkgroep ontwikkeling Rambulam Toekomstweg en Land van Dijk in het leven geroepen op het kabinet van de president. De werkgroep voorgezeten door Preta Bisumbar zal op de eerste plaats ervoor zorgen dat er prioriteit wordt gegeven aan het ontwateringsprobleem in dit gebied. Verder zal het team de minder draagkrachtigen helpen om in aanmerking te komen voor subsidies. En we zijn er inderdaad als werkgroep ontwikkeling Rambulam Toekomst en Land van Dijk, vandaag geïnstalleerd door de president van de Republiek Suriname, met natuurlijk een aantal taken die wij opgedragen hebben gekregen als werkgroep. En het is breed waarover er gesproken is, wat wij allemaal als taken meegekregen hebben. Ik ben hier met de ondervoorzitter van de werkgroep erbij en ook nog een aantal van de leden. En ik denk dat het goed is wanneer de ondervoorzitter ook nog een stukje reactie geeft van de taken die we allemaal meegekregen hebben. Oké, ondervoorzitter, welke taken liggen dan op u? Ja, goedemorgen, ook aan de kijkers, luisteraars. Het gaat meer om het werkgroep van Dijk Rangu en toekomstige omgeving. Het gaat meer om het afwateringsprobleem die aangepakt moet worden. Het is niet iets van nu, het bijkant, laten we zeggen ongeveer 50 jaar of zo, die bepaalde gebieden echt onder water blijven. Wanneer het een beetje hard heeft geregend, dus het moet aangepakt worden. Dus om een bepaald gebied weer gezond te krijgen, zodat het er beter uit kan zien. Dus vandaar dat het werkgroep geïnstalleerd is. Ik vraag aan de gemeenschap van beide gebieden om vanuit hieruit naar hun toe om hun bijdrage ook te leveren aan de overige leden van de werkgroep, zodat hun gebieden weer gezond worden, stabiel worden, zodat we het echt droog gaan krijgen. Dus water is een krachtmiddel, dus we gaan ervoor moeten gaan om er tegen te vechten. Maar aan de andere kant wens ik het werkgroep die vandaag geïnstalleerd is heel veel succes. Ga ervoor en maak je gebied weer gezond. Okay, hoe zal het concreet worden aangepakt, dit probleemstuk? Wel, het gaat zo aangepakt worden met opdracht van de hoge functionaris, laten we zeggen ministerie van OW, LVV, noem maar op, alle instanties die een bijdrage willen leveren. Zodat we samen in zee met ze kunnen gaan, zodat het probleem zo snel mogelijk opgelost kan worden. Ik denk van wel, sowieso. Ik denk van wel van een paar deskundigheid, mensen van hoeven afwatering, zo wegen, die ook belast zullen zijn. Oké, als ik weer terug mag gaan naar meneer Bisumbar. Men zal zich misschien wel kunnen afvragen waarom weer een werkgroep kan, als het echt alleen om afwatering gaat, waarom is het niet gewoon OW die dat daarvoor opdraait? Het is niet alleen ontwatering waar het over gaat, maar aan de andere kant een aantal werkgroepen die dus door de president in het leven zijn geroepen, die hebben hun nut bewezen, hun hebben hun diensten bewezen aan de samenleving. Een van de groepen waar ik dus ook leiding aan geef is de groep ontwikkeling Wintiwai en Pontbuiten, waar we nu op dit ogenblik heel hard bezig zijn zaken voor de gemeenschap te realiseren. En mede daaruit heeft de president gemeend om dan als voorbeeld dat te nemen en hier het initiatief te ontplooien om deze werkgroep dan bij elkaar te halen. Wat we allemaal bijvoorbeeld nu in Wintiwai doen is ongekend. Ja, en ik zeg hier heel publiekelijk in de media dat wanneer ingenieursbureaus daar een begroting hebben gemaakt van $20 miljoen om een 2 vierkante kilometer van de Wintiwai gebied, om dat helemaal droog te krijgen, de infrastructuur daar in orde te krijgen, kan ik u aangeven dat deze werkgroep nu bezig is met een eerste fase van het werk. En we willen het totaal in misschien een 3 tot 4 fases willen we dan het totaal uitvoeren. Maar met middelen voor nog niet eens 25% van het begroot bedrag door ingenieursbureaus. En dan kunt u zich voorstellen wat voor een situatie dat met zich mee gaat brengen voor Suriname, voor de gemeenschap en de gemeenschap daar in Wintiwai in het bijzonder. Dat zijn allemaal dingen die wij met het bijeenbrengen van alle organisaties
inclusief openbare werken, maar inclusief deskundigen. Dat we dus in staat zijn geweest om dit nu van de grond te krijgen. En in een jaar, anderhalf jaar tijd, dat we dus ervoor zullen zorgen dat we dan met minder dan 25% van de begroote middelen door ingenieursbureaus, dat we dan het werk daar oplossen. Ik heb begrepen dat deze groep als het ware sinds december bezig is. Klopt dat? We zijn inderdaad in december begonnen. Op basis van initiatief van een aantal buurtbewoners. Die dus hebben gekeken hoe andere werkgroepen werken. En ze hebben benaderd van zouden we dus ook voor deze gebieden allemaal een werkgroep kunnen installeren. We hebben er werk van gemaakt en we zijn inderdaad vanaf dat ogenblik bezig met elkaar te praten, te vergaderen. En vandaag is de installatie een feit. Dat wil zeggen dat we al een bepaald hoeveelheid werk hebben verzet. En er is gesproken heel veel over ontwatering, maar ontwatering is niet alleen, laat maar zeggen, de issue. Het issue waarmee we ons bezig moeten houden, maar ook sociale vraagstukken waarbij mensen dan op een hele correcte manier in aanmerking moeten komen voor subjectsubsidie, waar deze regering dus nu naartoe streeft. Als mensen dus het moeilijk hebben met het betalen van hun elektriciteitsrekening, ja, de staat gaat nu over van objectsubsidie naar subjectsubsidie, dan gaan we dus als werkgroep ook kijken welke mensen in aanmerking zouden moeten komen om een stukje subjectsubsidie te krijgen om hun elektriciteitsrekening bijvoorbeeld te kunnen betalen. En natuurlijk ook de AOV'ers die ook nog extra in aanmerking kunnen komen voor een 1000 SRD, dat we dan ook die mensen lokaliseren, maar tal van andere sociale activiteiten ontplooien om te kijken hoe we de gemeenschap daar allemaal tegemoet kunnen komen.